en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een cashshop-blog voor jullie. Maar voordat we gaan beginnen, heb je misschien vorige week wel meegedaan aan de winactie. Ook de cashshop-blog, waarbij je kan aangeven wat jij het leukste item vond. En de winnaar komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt je favoriete item gewonnen en mag contact met ons opnemen. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zie je iets leuks wat ik je vandaag laat zien? Je kan het allemaal bestellen via www.uonlinebloemist.nl. Aan het eind van deze video heb ik nog weer een leuke winactie voor jullie. En gewoon een leuke actie om de shopblog mee af te sluiten. Dus wil je dat niet missen, blijf dan vooral kijken. En dan gaan we nu gauw beginnen. Vandaag laat ik jullie allerlei leuke kerstballen en kersthangers zien. En vandaag heb ik gekozen voor de wat neutralere kleur zoals je achter me ziet. We krijgen echt heel veel kerstballen binnen. Naast dit komt er nog veel meer binnen, maar ook allerlei andere kleuren. Dus mocht je een speciale kleur willen zien, laat even hieronder weten. En neem ik dat dan mee in de volgende shopblog. We hebben heel veel rekken vol. Dus, maar vandaag laat ik jullie dus de witte, zilveren, neutrale kleuren zien. Naast deze items heb ik nog meer, maar om de vlog niet te lang te maken. Ik begin gewoon en ik laat ze eventjes één voor één zien. En geef eventjes... Ja, ik laat het gewoon even zien en de prijs noem ik natuurlijk. Het zijn allemaal weer hele leuke prijsjes, dus super leuk. Ook echt luxe kerstballen, kerstballen van PTMD. Ja, echt mooi afgewerkte items. Dit is ook een hele leuke, dit is dan meer een hangen met een mutsje. Hoe schattig is dit om in je kerstboom te hangen of misschien een mooie tak. En die kost €1,50 en ik heb deze ook in meerdere kleuren. Even kijken, ja hier ook het wit. Ook heel leuk om te combineren. Echt super schattig. Kostte maar €1,50. En dan een wat gekkere item. En die heb ik ook in twee soorten. Ook echt heel leuk. Het is een luiaard. Dus als je wat van aparte houdt, dan is dit echt wat voor jou. En deze kost ook maar €1,99. Nou, voor dit soort aparte items, als je een keer in een tuincentrum of wat dan ook komt, dan weet je dat je hier al heel snel heel veel voor betaalt. Maar het is €1,99. Leuk prijsje. Dan deze leuke hanger. En deze heb ik ook in verschillende soorten. Deze kost eventjes kijken. €1,50. Dus ook heel leuk. En hier zit van het bont op. Met een goud puntje. Gouden punt. Zoals je ziet echt heel mooi afgewerkt. Ook het strikje met elandje. Het kraaltje. Het kraaltje aan de onderkant. Is €1,50. En die heb ik dus ook in een ster. Ook heel leuk om te combineren. En die heb ik ook in een kerstboom. Ook met wat weer heel leuk is afgewerkt. Dan deze leuke items. Het is van staal, dus een beetje industrieel. Dus heb je een beetje een industriële boom, maar wil je wel wat anders dan het zwarte. Dan is deze ook echt heel leuk. En deze heb ik dus in een boom. Een hartje. Ook heel erg leuk. En een ster. Ook echt heel gaaf. En deze kostte €2,25. Het zijn dus echt allemaal... Ik heb geen extreem hoge prijzen voor de kerstballen. Ondanks dat er wel echt hele luxe tussen zitten. Dan deze leuke sleeve. Vind ik ook heel leuk. En echt die afwerking. Kijk dan eventjes naar dit boompje. Hoe dat is vastgemaakt met het hout. Hoe... Leuk. En allemaal mooi natuurlijk. €1,99. Dus echt een koopje. Ik blijf het gewoon zeggen. Die ene, ik weet niet of ik nou net... Even kijken. Of ik welke ik nou net heb laten zien. Maar die luiaard, die had ik dus in een kerstboompje. Met een kerstboom in de hand. En dus ook met een cadeautje in de hand. Dus er zijn ook twee soorten van. Dat is ook heel leuk. En het sleetje wat ik net liet zien heb ik in verschillende kleuren. Ik geloof uit mijn hoofd ook nog in het blauw en in het groen. Nee, in het rood en in het groen. En dit is dan weer de... net liet ik de bruine variant zien. En dit is meer de grijzige variant. Ook heel leuk. Dan een heel leuk houten boompje. En deze heb ik ook in meerdere kleuren. Die heb ik ook nog in het lichtroze. Jongens, kijk dan weer hoe leuk dit is afgewerkt. Met het hout daar binnenin. Die kleine houtschijfjes. Als je echt van hout en natuurlijk hout
hout en natuurlijk hout. Dan past dit vast bij jou. In het grijs ook. Deze zijn €1,99. Dan deze. En deze glittert zo mooi. Kijk dan hoe leuk deze is. Een engeltje. Met een vogeltje in de hand. Prachtig is deze. Echt heel erg mooi. Ook €1,99. Dan zie je dit jaar heel veel het velvet weer terug. En het velvet heb ik in heel veel verschillende soortjes. Ook kerstboompjes. Die heb ik vandaag eventjes niet. Maar ik heb ook met kerstbomen in allerlei kleuren en motiefjes. En dit is met een soort bladmotief is het denk ik. Nee, ik kan het in ieder geval zien. En in het grijs. En is 1,50. Heel mooi. Die wil ik ook wel in mijn boom. En deze vind ik ook heel leuk. Een gewei. Met een klein glittertje erop. Ik zal even kijken of je het goed kan samenstellen. Scherp stellen, ja. Kijk hoe mooi. €1,99. Mooi afgewerkt met dat touw. Die heb ik jullie laten zien. Dan deze mooie kerstballen van PTMD. Met weer een kraaltje eraan. Die is ook echt heel mooi afgewerkt. Het zijn besneeuwde ballen. Dit is een pegelvorm. En ik heb ook nog andere vormen. Maar kijk, echt die afwerking. Met het hartje er weer op. Maakt weer helemaal af. En dan het kraaltje eraan. Mooi met touw afgewerkt. €1,99. Dus echt een koopje. En die heb ik dus ook in deze vorm. Ook met sneeuw. En ook afgewerkt met een hartje en een kraaltje. Deze is €2,25. En zoals jullie weten hou ik echt van glitter. Maar ik vind glitter in het wit vind ik echt helemaal fantastisch. Want dan hou je toch rustig. Maar toch die glinstering van kerst. En kijk deze. Hoe mooi. Dit wil je toch gewoon in je boom. En als dan die lampjes erop staan, dan schittert dat helemaal mooi. €1,99. En dan vind ik het wel leuk. Dan zou ik zo dit gekke iets ernaast houden. Heel zwaar trouwens. Kijk eens. De camera viel even uit. Maar ik was net deze mooie ijsbeer aan het laten zien. Kijk hoe leuk. Hij is ook goed zwaar. Kost nummer €2,99. Dus echt. Het zijn echt allemaal kopjes. En zoals ik al net zei, met de ster met glitter vind ik dan deze ook heel mooi. Deze wat een subtielere glitter. Zoals je kan zien. Mijn dochter vond deze ook heel leuk. En dat vond ik echt grappig dat ze die uitkoos. Dat vond ze een van de mooiste. En deze is €1,99. En dan nu echt mijn favoriet. Een hele luxe kerstbal. Van glas. €2,99 is die maar. En kijk hoe prachtig deze is. Dit is toch geweldig. Er zit heel subtiel een randje glitter omheen. Oh ja jongens, niet op mijn nagels en zo letten. Ik dacht ik neem nog even op zo na het werk. Het is al zaterdag en iedereen heeft al weekend. Maar ik dacht ik vind het toch wel leuk. Deze vind ik ook echt heel leuk. Omdat deze afwerking is fantastisch. Het is een emmertje met vogeltjes, roodbosjes. En er zit dan bovenop weer een klein beetje glitter zoals je kan zien. Super mooi. Met een zilveren potje eronder. Kost €2,50. Dan gaan we even weer over op het hout. Heel leuk item. Schaatsjes. Of skis zijn het. Schaatsjes komen straks. Skis. €2,25 en die heb ik ook in meerdere kleuren. En dan heb ik nu de houten schaartjes. Ook heel leuk. En die zijn €1,99. Dus dan zijn twee schaartjes. Ook heel mooi. En kijk jongens hoe dat is afgewerkt met dat leren vetertje. Heel leuk. En die skis van net heb ik ook meer in het grijs of wit. Is het. Die zijn dus €2,25. Je kan ze iets uit elkaar schuiven. Zo of dichter op elkaar. Ook weer heel leuk afgewerkt. Ik vind echt die afwerking nou met dat belletje echt leuk. Dan heb ik weer een mooie glitterende kerstbal.
van €1,99. Een heel leuke. Kijk, die pailletjes. Als je houdt van pailletjes, dan is dit voor jou. En voor mij. Ik kan mij niet gauw gek genoeg, maar ik vind heel veel wel mooi hoor, moet ik zeggen. Dit vind ik dus ook, dit is toch ook leuk voor je kinderen, hè? €2,99 en kijk dan, dit is toch fantastisch. Geweldig. Die glitters en ja, dit wil je toch gewoon. Ik vond het vroeger als kind, dan mocht je dan één kerstbal uitkiezen. Dat vond ik altijd zo leuk. Nou, hier valt straks genoeg uit te kiezen, want de hele wand komt vol met kerstballen in allerlei kleuren, soorten en maten. Poppetjes en ballen, zoals ik vandaag ga laten zien. Deze kleurencombinatie zie je dit jaar heel veel terug. Is heel erg in. Zwart met wit. Ook mooi in een industrieel interieur. €1,99. Mooi balletje. En deze is van plastic, maar dat kun je eigenlijk van buiten niet zien. Dus heb jij katten of kinderen of durf je het gewoon niet aan om glazen ballen te pakken. Dan is dit een heel leuk item voor jou. En dat is natuurlijk ook met heel veel van die hangers. Die kunnen natuurlijk niet kapot, dus dat is ideaal. Dan deze leuke skis. En die heeft ook nog weer iets een glittertje in de onderkant. Hier glittert heel subtiel. €1,99. Nou, en dan waren dat de neutrale hangers voor vandaag. Ik ga dus nog veel meer van deze shoplogs opnemen. Maar laat me eventjes weten ja, welke kleur jij de volgende keer wil zien. Of welke kleurstelling. Ik heb nog roze, goud, groen, blauw. Dus, en rood hebben we ook nog. Dus laat het vooral eventjes weten. Misschien wil je nog wel meer van deze kleurtjes zien. Laat het dan ook even weten. En vandaag ga ik ook weer een kerstbal naar keuze weggeven. Dus kerstbal of kersthanger. Ik noem het even kerstballen. Voor het gemak. Maar laat me weten welk item jij het leukst vindt. En wie weet win jij dan wel dit item. Goed, dan hoop dat je dit weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer je gratis op het kanaal. Al deze items zijn te shoppen via www.uwonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje kerst. Daarnaast kan je me ook volgen op Facebook en Instagram. Want daar deel ik de laatste tijd veel meer. En richting kerst toe zal ik daar ook veel meer delen. En ook als ik soms wat heb uitgepakt, dan plaats ik daar alvast wat sneak peeks. Dus dat is natuurlijk super leuk. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!